Bouw je eigen stad. Een tentoonstelling voor kinderen van 4 tot 12 jaar. In Villa Zebra. Meestal zeg je dan wel terug, toch? Goedemorgen. Heel goed. Hartstikke leuk dat jullie er allemaal zijn. Kinderen van de Imelda, laat je eens horen. Hallo. Laat je eens horen, Imelda. Hallo. En kinderen van de meester van IJsland. Ja! Mijn naam is Fred Wartnaar, ik ben directeur van Villa Zebra. En wat staat er op het programma? Nou, we hebben vandaag Bouwstad geopend, een nieuwe tentoonstelling in Villa Zebra, waarin op 8 verschillende plekken, 7 verschillende plekken, kinderen van alles en nog wat kunnen bouwen. En hoe doen ze dat? Nou, dat doen ze vooral zelf. En wij stimuleren ze door mooie voorbeelden uit de beeldende kunst en uit de architectuur te laten zien. Op filmpjes, foto's en op zeildoek. En kinderen die kunnen helemaal uit zichzelf allerlei bouwwerken maken. En tot hoe lang loopt de tentoonstelling? Morgen gaat hij voor het grote publiek open. En dan blijft hij staan tot halverwege augustus, tot het eind van de zomervakantie in Rotterdam. En hoe laat zijn jullie altijd open? En we zijn open eigenlijk elke dag vanaf 11 uur. En straks in de zomervakantie nog wat eerder. Maar alle dagen. En is het project vooral voor scholen bedoeld? Nou, gedurende de rest van het schooljaar, dus nog de hele maand juni, hebben we vooral schoolgroepen op bezoek. En in de weekends en op woensdagmiddag gewone kinderen met hun ouders enzovoort. En BSO-groepen. En dan is het straks vakantie. En dan zijn de scholen die zijn natuurlijk ook vrij. Dus dan krijgen we gewoon individuele kinderen. En kinderen die komen dan ook met jeugdvakantiepaspoort. Of dan komen BSO-groepen. En dat loopt dan tot eind van de zomervakantie. Baby, ik zie je alleen staan en ik kan het niet meer aan. Dus lady, dans met je baby. Wat ben jij aan het bouwen? Weten we niet. We maken gewoon iets. Een huis? Wat voor een droomhuis zou jij willen bouwen? Als het maar groot is. Voor de distance met je boy, baby girl, je bent zo heet. En ik vraag naar je naam, ik wil weten hoe jij heet. Wat was je aan het bouwen? We waren een toren aan het bouwen, een mooie toren. Die van bovenaan groot was en breed. En die steeds dunner werd, dunner. En weet nou ja, dat die steeds mooier wordt, werd. Wat was het mooie, het bouwen of het omvallen? Eigenlijk allebei, maar ik vond bouwen toen hij echt klaar was, vond ik wel mooier dan dat hij ging omvallen. Want omvallen was snel en in één keer, maar dat je het kon zien en dat je het kon bouwen, dat was langer en dan kon je heel goed naar kijken. En ik kon het niet meer aan, dus lady, dans met je boy, baby, ik zie je alleen staan. Hallo mevrouw, wie bent u? Ik ben Eva. Stagiair hier bij Villa Zebra. En wat gebeurt hier? Hier kunnen ze hun eigen stad indelen. Het idee is om te bepalen waar bijvoorbeeld het gewerkt kan worden en gewoond kan worden. En dat met allerlei materialen aan te geven. Wat ben je aan het bouwen? We zijn hier een park aan het bouwen en hier zit haar fantasie-idee in. Ik ben Chris Mudden, ik ben kunstenaar in deze tentoonstelling. Wat bent u aan het bouwen? Ik ben een bouwwerk van bakstenen aan het maken. Eigenlijk zoals je op straat ook doet, als er straatstenen liggen. Ik ben hier vorig jaar ook geweest en toen hebben we een toren gebouwd. En dit jaar gaan we een bouwwerk maken met heel veel overspanningen. Dus hoe je zeg maar ergens overheen kunt bouwen. Wat zou je in je leven nou eens willen bouwen, na willen bouwen? Dan zou ik de Euromast willen nabouwen. De Kuip. Gewoon zelf een modieontwerpstudie. Ik zou
Ik zou mijn eigen dorpje bouwen. En dan mijn mooie huis. En dan achter mij is een speelterreintje voor de kinderen. En zo'n beetje. En nog supermarkten. Een soort van een Zuidplein. Dat was het dan!